Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en een reclamedeal. Vandaag in Rood-Wit TV. Is Michael Heijnen net zo gek op Belgische bonbons als op het uitschakelen van zijn tegenstander? Weer kans op 2 kaarten in de quiz van Karel? En vertelt Dick Lukien of die lang heeft wakker gelegen van het gelijkspel bij RKC? In de zoektocht naar defensieve stabiliteit lijkt Michael Heijnen uitkomst te bieden. De Belgische centrale verdediger meldde zich eind augustus in Drenthe. Om het lief uit te drukken, zijn Nederlanders rechter, rechtuit. En dat vind ik, kan ik wel appreciëren. Ik vind dat wel een mooie mentaliteit. In eigen land speelde Heijnen onder meer voor Anderlecht en Zulte Waregem. Bij FC Emmen speelt hij voor het eerst over de Belgische grens. Ik denk dat we hier moeten zijn. Bij Chocolatier 1912. Zijn dat België? Tijdens het draaien van het item neemt Heijnen de regie zonder blikken of blozen over. Ook in de verdediging van FC Emmen wordt dat van de Belg verwacht. Hallo. Ik heb gehoord dat u ook een Belgische bent. Net zoals mij. Met een leuke chocoladewinkel. Heel mooi. Chocola. Heel veel Belgische chocola is Heijnen naar op zoek. Het moet de pijn bij de verdediger van de late tegentreffer tegen RKC Waalwijk een beetje verzachten. Een jammer puntenverlies. Ik denk voor heel de groep, voor heel de club, voor de supporters. We hadden iets helemaal anders in onze gedachten en verwacht. Zeker de 96e minuut om dan op die manier een goal binnen te krijgen, dat is echt heel pijnlijk. Chocola, om de 1-1 te vergeten. In België maken ze allemaal van die figuurtjes, hè, met Sinterklaas. Ja. Maar hier niet? In Nederland niet. In Nederland zijn allemaal letters. Iedereen krijgt een chocoladeletter. Van de S van de Sint of gewoon van de beginletter van de naam? De beginletter van de naam. Ah, oké, zo. Dus, Michael Heijnen en het veelbesproken centrum. Een kuifje-achtige titel voor een heet discussiepunt bij de eredivisionist. De verdediging wordt op zich vaak besproken omdat we toch wel redelijk wat tegengoals binnenkrijgen. Maar als je dan kijkt de manier waarop, vind ik het wel jammer. Want dit zijn echt vermijdbare doelpunten. En dat betalen we cash en dat is wel jammer. Want we betaalden tegen Feyenoord ook cash de laatste minuten in extra tijd. En we moeten gewoon blijven knokken, werken en... En dat zal wel komen, want we hebben echt wel kwaliteit. Ik heb nu misschien een heel onbeleefd vraagje, maar ik keer subiet terug naar Antwerpen voor een dagje vakantie. En ik ga de familie bezoeken en ik vroeg mij af of ik misschien een paar pralinetjes mee kon nemen voor het thuisfront. Dat kan altijd. Een Belgisch pralinetje, daar zegt de familie nooit nee tegen. Nee, dat kan ik geloven. En... Maar wil je misschien al eens eentje? Oké. Is dat wel iets voor u? Ja, ik wil die wel eens proberen, dank u. Alsjeblieft. Ziet er eigenlijk heel mooi uit. In het licht heeft hij verschillende kleuren ook. Ja. Ja, top hè. En tot slot, PSV thuis. Ja, PSV. Kun je daarvan genieten? Ja, dat zijn wedstrijden die bovenaan op je kalender staan aangeduid. Dat zijn topwedstrijden tegen top tegenstanders, waar je echt eigenlijk in de pitcher kan spelen. Mijn familie, langs mijn papa's kant, komt eigenlijk ook... Van vrijdagavond eigenlijk al richting Centerparks. Die blijven hier dan een heel weekend, wat dat ook heel leuk is voor de wedstrijd bij te wonen. Dus dat maakt het allemaal wel heel leuk en ik kijk er echt naar uit. En we gaan er alles aan doen om deze week goed door te komen en echt hard te werken en te trainen. Om het PSV zo moeilijk mogelijk te maken. Het is natuurlijk geen wedstrijd dat we absoluut moeten winnen. Maar mochten we er iets kunnen tegen rapen, is het schitterend. Want normaal rechtstreeks concurrenten gaan, of van andere ploegen gaan niet veel punten pakken tegen deze teams. Doe ze de groetjes in Ja, dat zal ik zeker doen. En meneer gaat afrekenen voor u, hoor. Denk je? Ja, nee. Meneer... De zuinige ja, Nederlanders daarom. Afrekenen. Nu moeten jullie laten zien dat jullie toch een beetje... Oké, prima. Komt goed, oké. Dankjewel. Doei. De quiz van Karel. Karel, heb jij een vraag deze week? Zeker, Niels, die heb ik.
Hoe luidt hij? Hoe vaak wordt er gefloten voor het buitenspel bij Emmen PSV? En dan alleen voor Emmen? Hoe vaak Emmen dus buitenspel staat? Nee, voor PSV ook. Allebei. Oh, beide? Ja, beide. Wat denk jij? Weet ik eigenlijk niet. 6, 7? Ja, denk ik. Ja, 7. Persoonlijk vind ik het weinig, maar goed, u mag zelf uw antwoord sturen naar fcemmen@rtvdrenthe.nl. RKC Emmen eindigde in 1-1. Jan Jansen had het goed en hij wint 2 kaarten voor de wedstrijd van FC Emmen. Gefeliciteerd. Dick, Lukien, hoe is het met de kater? Want ik kan me voorstellen bij een nederlaag of een gelijkspel die je niet ziet aankomen, duurt een katertje een dag. Misschien een nacht en de volgende dag is het weg. Heeft dat nu langer geduurd? Nee, na een dag moet dat over zijn. Ja, dat moet, weet ik. Maar kan dat ook? Ja, nee, als je dat jezelf oplegt, dan kan dat ook. Alleen dat een hele lange zondagnacht is geweest, ja, dat heeft iedereen. Voor mij heeft iedere speler dat gehad, iedere trainer en ik denk ook iedere supporter. Daar hebben we met z'n allen heel erg van gebaald. Ja, ik liep van de tribune, dat was ongeveer een kwartier denk ik na afloop. En toen zag ik je een beetje buiten zitten. Dat had je ook even nodig, hè? Ja, nee, je komt in zo'n kleedkamer en iedereen is vol emotie en dat was ik ook. Dan wordt er iets geroepen door een aantal mensen. Dus ik heb ook nog even kort iets gezegd. En dan is het ook goed om even dingen te laten bezinken. Hoe is die wedstrijd nou precies gegaan? Wat gebeurt er in de absolute slotfase? Maar eigenlijk zie je dat pas echt goed terug op het moment dat je die wedstrijd terugkijkt. Maar ik doe altijd wel even na afloop even wat afstand om dingen te laten inzakken. Ja, want het is niet zo dat jij dan denkt van goh, de emotie moet er even uit. Want ik kan me best voorstellen, hè? Dat doen de spelers ook. Ja. Doe jij dat ook in de kleedkamer of denk jij dan juist van dat moet ik niet doen? Nee, meestal probeer ik dat zo zakelijk en zo kort mogelijk te houden. Omdat je zeker na afloop, kort na afloop, eigenlijk nog niet helemaal helder hebt hoe die wedstrijd is gegaan. Dus even afstand. Ik heb ook niet het idee dat je dan binnenkomt bij die spelers. Dus heeft volgens mij ook weinig zin. Nou, ik heb termen gelezen, die heb jij ook gedaan waarschijnlijk. Loon van de angst. Slechte wissels. Ja. Toch? Ja, nou, weet je. Ja. Mensen hebben een mening. Nou, aan de ene kant is dat heel erg mooi. Ik moet daar af en toe ook wel om lachen. Dat ik denk van ja, heb je ook dezelfde wedstrijd gekeken? Maar ik respecteer ieders mening. Maar ik kijk nu die wedstrijd terug. En mijn mening is dat wij het op onszelf afroepen doordat we heel slordig balverlies leden. Niet omdat Ruben Roosken heel erg slecht inviel. Want die viel juist redelijk in, vond ik. Goede positie. Alleen schiet wel een bal door het midden. Die hij daar niet uit mag verdedigen. De invalbeurt van Jaffar is bedoeld om wat balvaster te worden voorin. Ja, die pakt ook niet goed uit. Maar de gedachte daarachter staat nog steeds 100% achter. Dus wij hebben dat op onszelf afgeroepen door met name, vind ik, heel erg stordig de bal te verliezen. En dat moment niet goed genoeg te verdedigen. Maar ik ben over het verdedigen in die hele wedstrijd ben ik wel heel tevreden. Want ik vond met name ons centrum ijzersterk. Maar ook Bijl prima. Tegenstander van Bijl werd 1 keer gewisseld en moest 1 keer naar de andere kant zo. En Lorry had het wat lastiger, maar als ik het nu terugkijk ook voldoende. Dus weet je, dat verdedigen, daar zat het niet in. Het zat hem puur in het feit dat we heel erg slordig aan de bal werden. Ja, en dan dat fatale moment, want ze voelden het wel, hè? Ook al heb je dan een paar minuten al moeten tegenhouden, kregen ze een aantal mogelijkheden. Telkamp redt nog een paar keer, of in ieder geval 2 keer heel goed. Alleen dat moment, ja, die is natuurlijk heel fataal en heel dodelijk. En dat wordt natuurlijk continu weer voor je voeten gegooid, wil ik niet zeggen. Maar dat is natuurlijk wel het moment van de wedstrijd. Nee, maar dat is ook terecht. De manier waarop dit is verdedigd door ons met zij allen, want het begint voorin met het onnodige balverlies van Jaffar. Dat is gewoon niet goed genoeg. Dat kun je ook nooit goed praten. Daar moeten we met z'n allen heel erg in de spiegel kijken, want dat is amateurniveau. Juniorenniveau eigenlijk. Is er dan één iemand die zegt van, dat had ik anders moeten doen? Ja, nee, maar er zijn een hele hoop die dat zeggen. Ja. Weet je, onze spelers zijn niet bedoeld om de handen in eigen boezem te steken. Dus dat overkomt ons nog te veel en dat levert nu weer twee punten te weinig op. Maar ik kan nooit klagen over dat ze de hand niet in eigen boezem willen steken. En dus daar moet je dan ook weer mee omgaan en proberen te verwerken. Je denkt nog vaak terug, denk ik, aan PSV vorig seizoen, hè? Ja. Ik bedoel, hoe jullie baalden afgelopen zondag, zo baalde PSV hier vorig seizoen natuurlijk, hè? Door die goal in the dying seconds. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een van de mooiste dingen van het afgelopen Eredivisie seizoen voor ons geweest. Met een Meerdijk die helemaal op zijn kop stond. Met het late gelijkmaken van Niklas, waarin we eigenlijk niet zoveel te vertellen hadden die wedstrijd. Maar met een geniale steekbal van Chacon bracht Niklas Pedersen de spanning terug naar 1-2. Ja, en die laatste actie die staat nog op mijn netvlies geschreven met de lange bal van Klok. En PSV laat hem achter de verdediging stuiten en Pedersen erbij als een duveltje uit een doosje. En 2-2. Ja, dus soms zit je aan de goede kant van de score in de 95e minuut en soms aan de verkeerde kant. Dus,
mooie wedstrijd zondag en we gaan ons daar weer op richten. Ja, hoe is het met je spelersgroep? Ik zag in ieder geval Marines weer volop meedoen. Ja, Payne is nog steeds geblesseerd. Heb je gezegd, hè? Dat is na de winterstop. Daar richten we ons na de winter. Anko Jansen deze week nog niet op het veld, dus die zal ook zondag geen rol spelen. Hey, denk je daar ook een beetje richting de winterstop? Of is dat echt per week bekijken? Ja, dat bekijken we per week. En vorige week ging niet goed. En ook deze week niet wat we willen. Dus die zal er zondag niet bij zijn. Hamrol nog niet. En Beste en Bakker uiteraard nog niet. En voor de rest, Marines kijken hoe die komt terug van de griep. Hoe die deze week verteert. Maar ik denk dat we de meeste wel kunnen gebruiken. En tot zover Rood-Wit TV voor vandaag. FC Emmen speelt pas zondagavond laat om 8 uur tegen PSV. En de uitzending om Radio Drenthe begint om 19:30. Graag, tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en een reclamedeal.